Parshat Noach, deze Shabbat. Maar omdat vorige week Shabbat Bereshit was, en dat is eigenlijk het begin, na alle Yom Tov dagen van het, laten we zeggen, het gewone Joodse jaar, is toch de moeite ook vanzelfsprekend dat we vandaag en nu niet alleen spreken over Parshat Noach, maar ook over Parshat Bereshit. En ik wil het op een speciale manier doen. In heel veel brieven van de Rebbe schrijft hij over het begrip van Gittat. Gittat, Git, Taf, Taf. En dat wordt bij de geschiedenis van Jacob Avinu, van aartsvader Jacob, verteld. Waar hier Gittat Elohim. En de vrees van God was over de bergen rondom. Maar Gittat wordt dan begrepen als een afkorting van drie woorden. Git, Taf, Taf. De Get van Chumash, de Taf van Tehillim en de Taf van Tanya. En zo is gebruikelijk om gedurende de week de parasha van de aanstaande Shabbat te leren met onder andere de Pirush van Rashi. En op de eerste dag leert men dan de eerste parasha. En op de tweede dag, op maandag, de tweede enzovoort. En op Shabbat de zevende parasha. Zo heb je in de loop van de week dus de hele parasha, in ieder geval met de verklaring van Rashi, geleerd. Het boek Tehillim bestaat, net als het Torah, uit vijf delen. Het is ook onderverdeeld in zeven delen. En als sommige mensen zeggen, 1/7 deel per dag. En zo het hele boek Tehillim rond in de loop van de week. En het boek Tehillim, de psalmen, dat boek is ook verdeeld in 30 delen. En dan zegt men dus iedere dag van de maand 1 deel. En heeft de maand 29 dagen. Dan zeg je op die laatste dag dus ook de portie van de 30ste dag. En zo zeg je dus de hele maand 1 keer het boek Tehillim rond. Het boek Tanya is verdeeld naar het aantal dagen van het jaar, een gewoon jaar of een Joods schrikkeljaar. En het wordt vanaf 19 Kislev 1 keer per jaar rondgeleerd. En dat is het begrip Gittat, om die 3 shiurim van Chumash, Tehillim en Tanya, om die in de praktijk te brengen, om die te zeggen, te leren, te davenen. En ik dacht dat het goed was om als het ware dat systeem nu ook bij de wekelijkse Parshat HaShavua te gaan gebruiken. En daarom dus even beginnend met Parshat Bereshit. En Parshat Bereshit, daar zegt Rashi op de eerste zin al, en hij noemt daar Rabbi Yitzchak. Waarom begint de Torah eigenlijk hier? Waar hebben we dat voor nodig? Als de Torah ervoor is om te weten hoe we alles moeten doen, dan hadden we eigenlijk kunnen beginnen daar in de derde parasha van Sidra, van het boek Shemot, van het tweede boek. Daar wordt eigenlijk de eerste wet genoemd die aan het Joodse volk wordt gegeven. Dus de wet over de Joodse kalender. En de vraag dus, waarom al dat voorafgaande in de Torah, waar is dat voor nodig? En Rashi brengt daar het antwoord daar van Rabbi Yitzchak en zegt, dat is, want mochten de volkeren een gegeven ogenblik tegen het Joodse volk zeggen, listim atem, jullie zijn rovers, jullie hebben een land veroverd dat van anderen was, dan zullen we zeggen, we lezen toch in de Torah duidelijk dat God de wereld heeft geschapen. En God gaf dat land aan verschillende volkeren. En nu heeft hij dat van die volkeren weggenomen. En God heeft het gegeven aan het Joodse volk. Dat is wat Rashi brengt. De Rebbe vraagt daarop. Wat is dat voor eigenlijk voor een argument wat de volken gaan gebruiken? Listimatem, jullie zijn rovers. En waarom? Omdat jullie dit land hebben veroverd. Nou, landje pik, veroveren, dat is eigenlijk zo oud als de wereld is.
Als we nu zouden hier de Batavieren bieden zouden kopen, dan kan niet op vaten. En zeggen, ja, dit is ons land, jullie eruit. Dat gaat niet op. Als de Indianen op Manhattan komen en zeggen, hier heb je zoveel pond pruimtabak terug. En wij Manhattan terug, dat gaat niet op. Het veroveren van een land, ik spreek geen oordeel erover uit. Maar in de praktijk is dat altijd zo geweest. Tegenwoordig misschien al niet zo meer, maar het is altijd wel zo geweest. Dus wat zullen de volkeren toen ter tijd dan komen met argumenten? Jullie zijn listim, jullie zijn rovers, je hebt het land geroofd. Nee, het Joodse volk verovert het land. En zoals gebruikelijk, als je het verovert, is het van jou geworden. Dus dat is de vraag van de Rebbe. Wat houdt dat argument dan in? En de Rebbe antwoordt en zegt, tot dat moment was het land Kanaan, eigenlijk een gewoon land, zoals alle andere landen. Vanaf het ogenblik dat het in het bezit gekomen is van het Joodse volk, is het geworden Eretz HaKodesh, de Holy Land, het Heilige Land. Het is een land dat spiritueel gesproken hoger staat dan andere landen. Dat accepteren die volkeren niet. Zeggen dat het nu een ander land geworden is, dat accepteren we niet. Dat is een vorm van, zeggen zij, van roof. Zo begint Rashi. Nou, u begrijpt dat dit, ik ga nou niet de politiek in, maar dat dit de visie van het Joodse volk moet zijn. Dit is Eretz HaKodesh, dit is de God aan ons gegeven. En als de God het aan ons gegeven is, mogen wij de godsbeniet hebben om het af te staan. Of gedeeltelijk af te staan. Maar nogmaals, verder over die politiek, daar gaan we nu niet op in. Dus dat is het begin van de parasha van Bereshit met een opmerking van Rashi. Bereshit bara Elohim. Bereshit met de letter beet. En ergens hadden we de letter alf verwacht. Alf beet, zo begint het alf beet. Dat is de volgorde van de letters. Zou het toch logisch geweest zijn om de Torah ook met de letter alf te beginnen? Ja, als men dan zegt, ja, maar dat moet nu eenmaal staan bij Bereshit bara Elohim. Zegt de Rebbe, dat had ook anders geformuleerd kunnen worden. Elohim bara Bereshit. God schiep in het begin, in plaats van in het begin schiep God. Dan hadden we de alf van het begin gehad. En de Rebbe antwoordt en zegt, als we Torah gaan leren, ons bezighouden met de Torah, dan moeten we weten dat er als het ware nog iets aan vooraf gaat. Aan dat leren. Dat leren begint met de beet, Bereshit. En wat gaat er aan vooraf? Dat we ons bewust zijn wat de Torah is. God gaf ons zijn Torah. Torat emet, zoals we de tweede Torah paragra uitspreken. We zeggen de Torah is van God. Geen mensenproduct. Het is van God. Zo moet je de Torah leren. Niet met een menselijke benadering, a priori. Nee. De onderste lijn is door God gegeven. Zo leer je Torah. En, zo belangrijk ook, door Torah te leren, het is Torato, het is Gods Torah. En zo heeft Hashem ons uitgelegd, als jullie leren, zit ik tegenover jullie. Door Torah te leren, verbind je je met God. Dat is de manier, de approach naar de Torah toe. Dat is als het ware de alf van de Torah. En als we die alle van de Torah eenmaal hebben, daarvan doordrongen zijn, dan kunnen we gaan leren. En dan krijgen we de beet, de tweede letter van het alfbeet. En daarmee dus de eerste letter van de Torah, die door de letter alf in gedachten wordt voorafgegaan. Dan gaan we naar het parashat Noach. En het parashat Noach, nou, we kennen de geschiedenis van de zondvloed. En als dan inderdaad die regen begint, en er blijken geen gishmei beracha te zijn, geen zegenregen,
maar een zondvloed. En dan krijgt Noach de opdracht, dat hij al eerder aan die ark had gewerkt, 120 jaar. Maar nu krijgt hij de opdracht, Bo El Hateva, ga die ark binnen. En we kennen verder gezien hoe het allemaal verder gegaan is. Dat is historisch gesproken buitengewoon interessant. En laten we zeggen, geologisch ook bijzonder interessant. Maar in ons dagelijks leven, wat hebben we aan deze geschiedenis? Waarom moeten we dat eigenlijk in de Torah hebben staan? En dan antwoordt de Rebbe daarop. En hij zegt, Bo El Hateva, dat wil zeggen, je moet je kunnen redden van die woedende wateren. En dat kan zijn in het dagelijks leven. We worden meegesleurd door allerlei gedachten, allerlei verlangens, allerlei behoeften. Ja, je brood te verdienen, ik ben met pensioen, nou, dan krijg ik het. Maar ik heb er wel voor hard moeten werken. Er moet gewoon gewerkt worden. En dat kan je zo in beslag nemen, dat je eigenlijk niet tot iets anders komt. Zegt de Torah, oké, al die wateren die je probeert mee te spoelen, Bo El Hateva. Ga de ark binnen. En daar hebben citeert dan de Baal Shem Tov. En die zegt, wat is Bo El Hateva? Teva, dat woord betekent de ark. Maar het woord Teva betekent ook woord. Bo El Hateva. Ga het woord in. Ga naar binnen, in het woord. Welke woorden? De woorden van Torah en de woorden van Tfila. De woorden van de Torah leren en de woorden van het uitspreken van onze gebeden, van de davenen. Dat moet niet zomaar zijn woorden en interessante gedachten als je aan het leren bent of zo. Nee, het moet echt helemaal met de totaliteit van je wezen. Zoals Noach die hele ark inging, zo moeten wij als het ware die woorden ingaan. En als het aan het davenen zijn, als we gebeden uitspreken, of gewoon een bracha zeggen voor een kopje koffie, een kopje thee, of de kinderen voor een snoepje of wat dan ook. Weten, denken, nadenken. Wat zeg ik nou eigenlijk? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol niye bitvaro. Ik heb een keer een lezing gehouden. Een kabbalistisch kopje koffie. En toen heb ik proberen uit te leggen wat we eigenlijk in zo'n bracha allemaal zeggen. Dat is Bo El Hateva. Dus je hebt een zakenbespreking. Of je geeft les op een school. En even tussendoor een kopje koffie. En dan zeg je gewoon met aandacht deze bracha. En dan gaat het zakenleven of het lesgeven plotseling heel anders. Dat is de gedachte die Parshat Noach ons leert. We hebben nu dus gesproken over Parshat Bereshit. We zijn met Parshat Noach. En we hebben ook, zoals straks gezegd, gaan we kijken naar Tehillim, iets van de psalmen. Ik zou willen beginnen met psalm 126. Nou, dat nummer zegt u misschien helemaal niks. Maar als ik dan zeg dat is Shira Ma'alot, ja, dan weet u waar ik het over heb. Shira Ma'alot, maar dan wel die hele speciale Shira Ma'alot, dat is dan psalm 126. Die we spreken of zingen voordat we op Shabbat en Yom Tov en Rosh Chodesh gaan wensen. Dan krijgen we die psalm, Shira Ma'alot. Dat ik deze psalm nu juist speciaal kies is, omdat in de portie psalmen van deze week komt ook deze psalm voor. Behalve dat bestaat de gewoonte om vanaf Shabbat Bereshit tot Shabbat HaGadol, de Shabbat voor Pesach, 's middags rond het middaggebed ook deze psalm met die andere psalmen die vallen onder de 15 pelgrimsliederen van Shir
Hama'alot of Shir La'ma'alot, om die dan uit te spreken. Dus het is heel goed om nu aandacht te schenken aan deze psalm, Shir Ma'alot. Een lied van treden. Treden. De Levieten, Leviim stonden in de tempel, optreden en zongen dan deze psalmen. Het betekent ook, Shir Ma'alot, dat de mensen naar moeten streven om hoger te komen. Niet altijd op hetzelfde niveau te blijven staan. Dat is Shir Ma'alot. Dan gaan we verder. Bishuv Hashem, et Shivat Sion, Hayinu Kecholamim. Wanneer God de gevangenen van Sion terugbrengt, dan Hayinu Kecholamim, dan waren wij als dromend. Wat wil dat zeggen? Over welke droom spreken we? Zoals we gebruiken in het Jodendom, op één vraag zijn meerdere antwoorden, meerdere verklaringen. Eén verklaring zegt, als eenmaal dat moment gekomen is, dat het hele Joodse volk door God teruggebracht is naar Eretz Israël, naar het Joodse land, Hayinu Kecholamim, wij waren als dromenden. Dus op dat moment, dat we zeggen met de komst van de Mashiach, dan zullen we beseffen dat we dromend waren. Maar over welke droom hebben we het dan? Dat is gebruikelijk in het Jodendom. Op één vraag bestaan verschillende antwoorden. En een van die antwoorden is dat dromen, dat slaat op de toestand die er dan zal zijn. Zoals Rambam vertelt, uitlegt, als Moshiach eenmaal gekomen zal zijn, dan is er in de wereld geen oorlog meer en geen naijver en geen honger. Nou, kunnen we ons dat voorstellen? Bijna niet. Dus dat is eigenlijk ook een soort droom. Maar de toestand dan zal nog veel groter zijn. Je moet denken aan wat Einstein heeft gezegd. God is de n plus 1, de dimensie. En de wereld is, door ons waargenomen, driedimensionaal. Maar hij is eigenlijk veel meer dan dat. En als een gegeven moment wij in een vier- of vijfdimensionale wereld terecht zouden komen, dan ziet de wereld er volkomen anders uit. Ja, dat is nu nog een droom. Maar eens zal die droom waar zijn en zullen we dan beseffen dat we al die jaren gedroomd hebben, maar dan naar de toekomst. We kunnen ook die droom begrijpen juist naar het verleden. Zoals we nu het leven ervaren, met al zijn problemen, met al zijn narigheden en zijn rampen en noem maar op. Ja. Eenmaal dan, en we kijken als het ware achterwaarts, dan is het alsof je uit een droom bent wakker geworden. Dat is een nare droom. Als je wakker wordt, dan besef je, het was alleen maar een droom. En dat zegt koning David in deze psalm. Als het eenmaal zover is, dan Hayinu Kecholamim, dan zullen we beseffen dat we hebben gedroomd. En nogmaals, met de ene verklaring en met de andere verklaring. Dat is niet de hele psalm, maar we kunnen daar volgende week verder op terugkomen. We hebben iets van Chumash gedaan. We hebben nu aandacht besteed aan iets van Tehillim. Maar we hadden het toch over Gittat. Gittat, Chumash, Tehillim, Tanya. Dan is dus nu de beurt om iets te vertellen over de Shiur Tanya van deze week. En in dat deel van Tanya herhaalt als het ware de Rebbe wat hij al in het begin van Shaar HaYichud Va'emuna, dat is het tweede deel van het boek Tanya, heeft gezegd, maar nu in een ander kader. Maar hij brengt daar de pasuk Le'olam Hashem Tevaracha Nitzav Bashamayim. Altijd God staat uw woord in de hemel. Dat is genomen uit Psalm 119. En de Baal Shem Tov legt uit, wat wil dat zeggen? Altijd staat uw woord in de hemel. En hij zegt, het woord
waarmee u de hemel hebt geschapen. Jihi rakia betoog hamayim. Er zal een uitspansel zijn te midden van het water. Die woorden, die staan als het ware nog altijd in het uitspansel, in de hemel. Daardoor bestaat de hemel. Als we even gaan naar het eerste hoofdstuk, de eerste Mishnah van het vijfde hoofdstuk van Pirkei Avot, waar Asarama Marot Nivra Olam, in 10 gezegden is de wereld tot stand gebracht. Waar Yomer Elohim en God zei, Jihi Or, er zal licht zijn. Waar Yomer Elohim en God zei, Jihi Rakia, er zal een uitspansel zijn. Waar Yomer Elohim, en nog een keer waar Yomer Elohim. En dan zegt de Mishnah, in 10 uitspraken, waar Yomer is toch zeggen, uitspraken, heeft God de wereld geschapen. In Chassidut wordt dan de vraag gesteld, wat is dat om meer hier? Wat is dat zeggen hier? Als we later in de parasha van komende weken lezen, dat Vayomer Hashem el Avram, God sprak tot Avram. Wij zijn geen profeten, maar we kunnen ons daar iets bij voorstellen. God spreekt tot Avram. Vayomer Hashem el Moshe lemor, en God sprak en zei tot Moshe, kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar in het begin, Vayomer Elohim, God zei, tegen wie zei hij iets? Nee, het antwoord is, het zeggen, dat is het scheppen. Wat wil dat nou weer zeggen? Hoe lang blijft een woord bestaan? Een woord bestaat zolang je het woord uitspreekt. Zodra je stopt met het zeggen, is het er niet meer. Dat is Vayomer Elohim. God zei. Eigenlijk moeten we het dan ook vertalen met God zegt. En God blijft zeggen. Dat de hemel bestaat, zo legt de Baal Shem Tov dus in de Shiur Tanja van deze week uit. Dat de hemel er is, is dankzij het feit dat God die wereld doet bestaan. Elke split second, en nog minder dan dat. Elk moment, voortdurend, als het ware, herschept God de wereld. Houdt God de wereld in stand. En dat geldt niet alleen voor de Shamayim, voor de hemel. Maar dat geldt voor alles wat er in de wereld geschapen is. Alles wat er in de wereld is, bestaat alleen dankzij het feit dat Vayomer Elohim, dat God dat zegt, zeggend in stand houdt. Dat, heel kort dus, citaat uit de Shiur Tanya van deze week. Ik wil even naar de ark teruggaan. En Noach wil weten of het zover is dat God toestemming zal geven, en misschien wel als opdracht zal geven, om de ark te verlaten. En hij stuurt de raaf naar buiten. En die vogel, die komt terug. En daarna weten we van de duif, die wordt weggestuurd. En wat betreft duiven wegsturen, dat is, misschien was Noach de eerste die dat gedaan heeft, maar we weten dat duiven worden vaak weggestuurd. Nou, stel u het volgende voor. Men dropt mij midden op de Veluwe. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben geblinddoekt. Ik weet niet waar ik ben. Ik weet zelfs niet dat ik op de Veluwe ben, maar dat vertel ik u dan maar even. Ja, ik ben daar op die Veluwe. En men heeft mij een duif meegegeven. Een duif uit Amstelveen. En nu is de opdracht aan mij en aan die duif, is de opdracht om naar Amstelveen terug te keren en kijken wie het eerste terug is. En dan wordt dus bij mij die blinddoek weggenomen. En ik sta daar. Ik kijk alle kanten uit. Misschien is het nog wel bevolkt ook. Maar zelfs als het zonnetje ergens staat, ja, waar moet ik naartoe?
Men heeft alle verkeersborden afgedekt, dus daar kan ik me niet op oriënteren. Ik heb geen idee welke kant ik uit moet. Dan kijk ik naar die duif. En die duif, die dus nu losgelaten is, die maakt even een paar rondjes en vliegt rechtstreeks naar Amstelveen. Heeft hij de grote bos alvast in zijn hoofd? Hoe weet die duif dat? Nou, dat is een van de raadselen in de dierenwereld. Maar men heeft gevonden dat in de kop van de duif zit, laten we het noemen, een instrument. En door dat instrument is de duif in staat om plaatsbepaling te doen. Waar we vroeger een half uur nodig hadden met een sextant en allerlei andere apparatuur. Een duif doet het in een ommezien en vliegt dan rechtstreeks daar naartoe. Noach heeft dat niet gebruikt, maar omdat we het over de duif spreken, is het toch de moeite waard om hierover te spreken. Als we net hebben gesproken over dat God de wereld heeft geschapen. En dat je dat gewoon in een gewone duif, als het ware, terugziet. Ik heb hierbij met een boek. Zo heel lang geleden is dat verschenen. Het was een aanbieding van de, mag je een reclame maken, maar het was toen van de Amro Bank, die alleen nog maar Amro Bank heette. Misschien weet u nou hoe lang geleden het was. En daar van professor Stolk, geweldig, prachtig. En hij noemt dat een boek vol verbazing. En ik lees u voor. De kennis van de mens op allerlei gebied is zo ontzaglijk groot geworden dat het lijkt alsof er langzamerhand geen ding meer bestaat waar we het fijne niet van weten. Soms maakt die kennis zo'n indruk op de mens zelf dat hij iets wat zelfverzekerd toch is geworden. Zo kan hij nogal eens meewarig glimlachen om opvattingen en meningen die onze voorouders in vroegere eeuwen erop nahielden. De opvatting bijvoorbeeld dat dieren tal van dingen konden uitdrukken, ja zelfs voorspellen, waar de mens nog geen weet van had. Die glimlach verstomt echter meer en meer de laatste jaren. Want steeds meer wordt, dankzij de moderne wetenschap, ingezien dat die simpele, bijgelovige voorouders nog niet zo dom waren. Steeds meer blijkt wat voor verbazingwekkende systemen er in de dierenwereld bestaan op het gebied van communicatie en informatie. Geluid, geur, kleur, licht, prikkels, gebaar, actie, elektriciteit. Al deze verschijnselen blijken sleutels tot een wereld die de mens van de ene verbazing in de andere doet vallen. En over die verbazing gaat dit boek. Ik ga u dat niet voorlezen, maar ik hoop ook dat u met mij samen in verbazing bent gevallen in de grootsheid van Gods schepping. Shabbat shalom.